Goedemorgen, het is 1 januari. Ik kom net uit de douche, ik zie er nog steeds verrot uit. We hebben gisteren een superleuk feest met Oud en Nieuw, met Juicy J. En het was zo fun. Dus het nieuwe jaar is goed begonnen in Las Vegas. We zijn hier nog, even kijken hoor, het is vandaag maandag, de eerste, toch? Oh, ik hou niet meer bij. In ieder geval, eerst zitten wij vliegen op de derde, dus we hebben eigenlijk nog 2 volle dagen hier. En dan vliegen wij in de ochtend, de derde, en zijn we 4e weer in Nederland met tijdsverschil. Dus ja, mag je wel even hier genieten? Dit is ons ochtendritueel, insmeren. Dus ik ben even Foefje de tattoo aan het insmeren. Zo, mijn is al ingesmeerd. Tada! Goedemorgen, schat. Hi. Hi, lieverd. Hi. Ninja Foef. Goedemorgen. Welke dag is vandaag? Of heb je maandag, toch? Heb je al gezegd? Ja, 1 januari. Oh, gelukkig nieuwjaar. Happy New Year. Wee. Oh, dat kan helemaal niet. Dus, gaan we vandaag naar de containerpark? Ik wil een bed laten liggen. Heb je nou een grease op mijn neus gedaan? Ja. Dan krijg ik puistjes. Je wilt toch in je neus de grease? Ja. Maar we gaan naar containerpark, hè, schat? Toch, lieverd? Nee. Maar niet, kom. Nee. Kom maar niet. Maar Nies blijft op bed liggen? Uh-huh. Nee, we gaan samen gaan we lekker naar de containerpark. En uh-huh. We gaan vandaag naar het buffet. Kom. Oké, het is 2 uur. We gaan nu echt eten. Wacht, het is 2 uur? 2 uur. Kijk, is het echt 2 uur? God, ik... Het is 2 uur. Gaan we naar Bellagio? Of the wind. Of the wind. De wind schijnt het allerbeste buffet zijn. Yves en Janice zijn nog aan het KO'en, zeg maar. Dus wij gaan met z'n tweeën naar de wind. Mijn gevoel zegt naar de wind. Mijn gevoel ook. Anders denken we, gaan we voor altijd denken, waarom zijn we nou niet naar de wind gegaan, het beste buffet? Vergeet niet dat het bijna, dat we voor 3 uur, weet ik niet, of we nog gaan redden. You know what I mean. Ja, dus voor 3 uur is het breakfast en lunch, zeg maar, en daarna begint dinner. En dat is duurder. Laten we gewoon naar de wind gaan. Okay. Let's do it. Ik weet de naam, body warmer. Body warmer? Dat is het. Wow. Body warmer, dit is mijn outfit of the day. Ik doe denk ik even dit vest aan. Ik denk even deze. Dit en dan dit tasje zo. Kijk hoe mooi buiten is, moest ik even van Foef laten zien ook. Ja. Ik ga toch deze doen. Daar past iets meer in dan in deze. Zou je niet zeggen? Ik niet af. Wij zijn buiten. The lights. Ik heb serieus moeite met het licht. Daarvoor dragen heel veel mensen zonnebril. Ja, ik zie alleen maar mensen met een zonnebril lopen. Het doet gewoon pijn. Heb je die pijl gezien? Cool of niet? En dan met hele dunne banden eromheen. Omdat die wel zo big zijn. 5 minuten voordat hij er is. Rolls Royce. We zijn bij de Win trouwens, dit is de Win. Ik denk dat dat hun auto is. Heel vaak is zij zijn volgens mij degene die die auto hebben. Ah, en die, dat is dan zeg maar de luxe auto die je kan brengen. In te drukken. Wauw, de Win is echt mooi en luxe. Zo, oh, wauw. Oh, kijk dit winterwonderland. Oh, dit is wel Hella geweldig ding. Ja, dit is echt zo'n Hella ding, ja. Dit vind ik mooi. Dit vindt Hella geweldig. Ik ga haar app. Jongens, wij denken dat zij de concurrent zijn van de Bellagio. Kijk, ze hebben ook zelfs het treintje een beetje nagedaan. Ja. Ik vind alleen al dit cool. Kijk even naar die ballen om die pilaren. Goed. Wat? Dit is goud gemaakt. Wauw. Nou, wij zijn hier doorheen gelopen. Dus wij denken, oh, we gaan naar het buffet. Foef zegt, het gaat daar nog door. En ik zie een luchtballon van bloemen volgens mij. Nee. Wow, kijk dit. Wat is het dan? Een mega waterval. Wauw. Dit is niet normaal. Ze hebben ook Hollanders. Hé, ja, molens. Die luchtballon inderdaad. Wauw. Wauw, kijk dit. En die tasjes ook eraan van Louis en Dior. Wauw. Wat gaaf. We gaan naar het buffet. Hier zijn ook de mooie bomen. Dit is hem. Enter the buffet. It's going live.
Oké, we zijn door de Rijn van de Wind. Het is $104 voor twee personen. Ja. We gaan het ervan nemen. Gewoon echt eat up. Eat till we die. Mm-hmm. Kijk hoe mooi hè, dit. Zo gaaf. We zijn er bijna. Bijna. Oké, we zijn er. Jongens, we zijn binnen. Wauw. Wat een ervaring. Het is zo, zo... Oh, het blijft een buffet, maar het is wel echt even next level buffet dit. Hier inderdaad oesters. Dit is dan vis. Shrimp. Nee, dit is allemaal niet vegan. Oh, dat is daar. Oeh. Yes. Dit is vegan allemaal. Oh. Wauw. Maar ze maken ook vers. Poef. Ja. Oh. Dat is mijn favoriet. Wauw, we hebben maar 2 uur de tijd. Maar ik wil toch even allemaal filmen ook. Oh, Boeddha, ja. Omelet, du fromage. Maar kijk, chicken, vlees. Oh, kijk die cranberry saus. Vlees. Vlees, vlees, vlees. Chorizo potatoes. Chickpea en tomato stew. Dat ziet er lekker uit. En deze rijst. Oh. Lemon. Pannenkoekje, blintje. Heel veel. Ook pizza's en zo. Ik ga super, super eerlijk zijn. Extreem weinig keuze voor vegetariërs. Vegan sowieso niks. Vega echt weinig. Oké, okay, just kidding. Ze veranderen de maaltijden de hele tijd. Dus ik ging nu voor de 2e keer en in 1 keer werden we allemaal andere dingen. Dit ga ik nooit meer vergeten. Het is de lekkerste puree die ik ooit heb gegeten. Het is met zwarte truffel. Creamy puree. Heb jij deze ook of niet? Nee. Kijk even naar hoeveel poofy cream erop zit. Het is meer poofy cream dan cupcake. Yep. Oh. Oké, okay, eindconclusie. Het is oké, maar weet je wat het is? Je kan hier oesters eten, je kan hier lobsters eten, je kan hier heel veel duur goed vlees eten en daar betaal je dus voor. Maar ja, ik eet dat niet. Dus ik weet niet of ik het zou aanraden aan vegetariërs om hier te eten. Het is erg duur. Ik wou dat ze een soort van prijs hadden voor als je dan, ja, dat is misschien een beetje suf, maar dat je dan zeg maar als vega eet. Dus dan sla je die ding over en dan koper ofzo. Oké, okay, we zijn nu bij de toetjes en dit is de best part. Even een rondje toetjes. Apple cranberry cobbler. Banana sticky toffee. Warm chocolate lava cake. Koekjes. Oh, hier maken ze pannenkoekjes. Crepes. Wauw. Wauw, wauw, wauw. Wow. Die kleine ijsjes. Oh. Oh, dit wil ik. Die gedipte Oreo. Kijk even. Oh. Oh ja, voor degene die het zich afvragen. Ik eet dus vegetarisch op reis. Hè? Omdat heel veel vragen, eet je niet meer vegan? Maar op reis is dat best wel lastig. Dus ik doe gewoon vegetarisch. Ze doen ijsjes. Kijk die cones. Kijk even naar die cones. Wauw. En saus. Dit is de lekkerste cakepop ever. En alles wat ik zei over dit buffet, er is 1 ding. Als je van toetjes houdt. Dat is niet normaal. Deze broodpudding is lekkerder dan mijn eigen broodpudding. Oh, en dat zegt heel veel over toetjes broodpudding. Ik denk als je een toetjes neemt, maar dit doet het voor de toetjes. Je moet hierheen voor de toetjes. En als je iets van oesters en dat soort dingen houdt, maar die toetjes. Wauw, kijk heel even naar dit. Er zitten gewoon bananen in verwerkt en fruit. Dit is echt fantastisch. Dit is wel even een, als je een beetje chic buffet wil, is het een hele leuke. Ja? Oh, kijk hier met sinaas. Oh my god, I love the jacket. Me too. Hier zit een verhaal achter. Yves had die jassen naar de garderobe gebracht gisteravond. Met twee garderobebriefjes en wij gingen eerder weg. Toen was het van, oké, okay, geef me gewoon een briefje, maakt niet uit van wie, welke jas ik krijg. We'll see. 1, 2, in de minuutte. Ja. En jou hoor, ik had Yves door. Weet je dat hij trouwens bij de Lost and Found lag? Nee. Ja, omdat ik zo laat was. Ze hadden alles al opgeruimd. Nee. Ik heb echt nog een uur naar die jas zitten zoeken. Niet dat er van die voetvegen op zitten, maar... Nee, nee, nee.
goed geregeld. Ja, het was sowieso. Het was wel sowieso goed geregeld allemaal. We zitten in de Uber op weg naar Containerpark. Maar kijk even naar de supermaan. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ja, kijk nou. Het is volle maan. Supermoon. Het is echt heel groot. We zijn nu bij Containerpark. Kijk, dat ga je voor. Wauw. Het schijnt heel vet te zijn en we vinden dit nu al leuk. Bernie! Lekker op Burning Man, joh. De Druggy Dome! Ja, sorry, dat is de dome bij Burning Man die ook zo eruit ziet. Ja. Waar mensen gaan liggen en genieten van de muziek, zeg maar. Ja. Oh, je moet betalen om binnen te komen, of niet? Nee. Oh nee, oh nee. Nee, dat dacht ik even. Containerpark. Zo leuk, hè? Dan meerdere containers op elkaar gewoon ook. Als in 1, 2, 3. En kijk hoeveel. Wauw, dit ziet er echt uit. So much fun! Oh my gosh, je kan bij de dome naar binnen. Ik wil bij de dome naar binnen. Het is een bioscoop. En je kan dus filmkaartjes kopen. Maar er is net een film begonnen. We gaan even kijken of we straks met Yves en Denise gaan. Want er draait er straks nog 1 om 10 of zo. Wat is Kappa Toys? Oh, ik zie Persien. Wat? Speelgoed. Oh, maar Persien. Jongens, deal with it, Persiens. Oh man, kijk die Lego pennen. Foefje, kijk even naar deze pennen. Nee. Oh, kijk, ze hebben ook markeerstiften. Wow. Kijk, die draakjes, het lijkt echt op Burning Man. Dat is dat ding buiten. Ja, dat is dat ding. Het is gewoon fucking Burning Man hier. Dit is 100%. Iemand is naar Burning Man geweest, ook met die dome. En dit is gewoon geïnspireerd uit, dat kan niet anders. Ik weet dat het een Burning Man is geweest. Dat ziet er van Zappos heeft dit gedaan. Oh ja! Het is echt heel interessant. Zoek even op de CEO van Zappos. Die heeft iets van 350 miljoen geïnvesteerd om dit zo te maken. Dit is Bernie. Dit is Bernie. En alles is mee in die nog dat ik een keer over zo'n creepy sect had verteld. Kijk, we komen een winkel in en daar hebben ze de stickers daarvan. En ook shirt. Het is natuurlijk als grapje, maar kijk deze parkeerplek. Oh, die muur. Die kleuren. Super nice. Kijk deze schoen. Vorige keer toen wij dus naar het Neon Science Museum waren, toen hebben ze verteld dat die schoenen, die zijn dus zeg maar echt van heel lang geleden en die hebben ze allemaal gerestaureerd. Of niet allemaal, 12 stuks of zo? Maar nee, het waren toch wel verschillende, dacht ik. En gewoon eentje daarvan is een schoen. Ja? Oh. Dat dacht ik. Niet goed onthouden. In ieder geval, dus dit is zeg maar een klassieke ouderwets. Die hebben ze helemaal gerestaureerd en weer opgehangen. Kijk hoe gaaf. We zijn nu bij een stukje Freeman Street. En vorige keer zijn we daar geweest en we vonden het niet... Niet, zeg maar, laten we het zo zeggen, vond op de strip leuker. Maar nu zijn we door Containerpark toch hier. We gaan heel even kijken. Ja. Yves en Denise gaan echt ziplinen. Dat... Die zijn nu daar waarschijnlijk. Ja, die zijn nu aan het ziplinen. Ja. Als het goed is. We kunnen wel die kant op gaan lopen, maar... Ja, het is zeg maar een ander stukje Vegas, wat ze heel erg aan het hypen zijn en zo. Het is de oude strip eigenlijk. Ja. Dit maar het ding. Ja, misschien, we waren vorige keer ook, waren we om 2 uur 's nachts pas, hè, weet je nog? Ja, dat is wel. Dat is wel, anders dan nu, denk ik. Kijk, hier zit en daar is de Heart Attack Grill. Die is heel bekend, moet je maar even zoeken op YouTube naar filmpjes daarvan. Kijk, dus, krijg zoveel dat je een hartaanval kan krijgen en zusters die serveren het, zeg maar. Over 350, LBS eats free. Hoe was dat, 200 kilo of zo? De helft ongeveer. Ja, zoiets. 200. Wil iemand Killer Attractions Survival? Nee, ik denk dat dit een soort van... dit hoort erbij, maar daarin... Oh ja, je ziet daar mensen gamen doen. Oh, dit is de rij voor de zipline. Dit meisje wil de strip zien zingen. Ja. Dit is Freeman Street. Je kan zo met de zipline er doorheen. Wij pakken nu een taxi terug. Oké, we zijn weer bij ons hotel. Ja. Wij gaan heel even nappy doen. Poefje is helemaal gebroken. Ja. Dat krijg je na een paar dagen mee. Warme stem. Maar ook gewoon nog feesten. En oh. Nee, we gaan even nappy doen. En dan zien we Yves later weer. En dan gaan we spelletjes spelen. We kijken nog wat we allemaal
gaan doen. Maar eerst een dutje, gevaarlijk wel hoor, want het is zo 6:30. Best. Wat we gaan doen is, we gaan het licht aanlaten terwijl we nappen. Want als het licht uitgaat, dat is doomed to fail. Dat is game over. Dat is game over. Dan worden we om 1 uur 's nachts en even slapen. Nee, ik ga gewoon heel even nap doen. Alright, Foefje voelt zich ziekig. Ja. Als in echt ziekig. De anderen zijn ook napjes aan het doen en zo. 8:50. Ik ben echt gewoon helemaal klaar wakker. Ik heb even met Foefje gelegen hier, maar... Ik voel me helemaal prima, dus ik ga de stad in. Beetje net als toen in San Francisco. Voor wie dat nog weet, bij Burning Man was ik zo, zeg maar, weet je, zo van, ik ben hier toch. En, oh ja, mijn kabel van mijn iPhone is stuk, dus zeg maar, ik ga met het doel om een nieuwe kabel te pakken, te kopen. En, ja. Ik heb zo'n Gatorade sessies kan vinden. Wat moet ik vinden? Nee, ik ga niet schoenen voor jou zoeken. Nee, wel voor jezelf. Ik weet, jij hebt wel schoentjes. Ja, ik heb serieus sportschoenen nodig. Die van mij vallen uit elkaar. Mijn doel was dus om hier nieuwe te kopen. Maar ik heb nog steeds niks gevonden eigenlijk. Dus, nou ja, ik heb het NASA shirt aan. De lekker teddy jas aan. Wat gaat ook een NASA shirt aan? Wie? Rutger. Rutger denk ik nou? Dat stond eruit van. Dat is spiegelbeeld. Oké. Let's go. Oké, let's go have fun. Dit is niet het einde van de gang. Ik loop weer verkeerd zoals altijd. Story of my life. Ik ben niet echt in de mood om te klappen. We hebben gisteren echt wel heel hard geweest. Maar ik ga een kabeltje halen. Kijken of ik nog iets fans kan doen. Ik pak denk even een Uber naar de CVS. Ja. We'll see. Ik ben onderweg naar de CVS. Alright, daar ben ik. Van naar Walgreens of zo. Voor een iPhone kabel. En laat ik hier maar gewoon even rond gaan lopen. Het is zo nice hier. Oh, Pitbull. Er komen hier zoveel artiesten. Echt niet normaal. Oh. Dus neem ik een Krispy Kreme voor vroeg mee. Maar misschien is het gewoon niet handig. Ik denk oprecht dat hij ziek is van alle suiker ook en zo. Walgreens. Daar naar binnen gaan? Ja. Ach. Ik zie de beautyafdeling al. Ik kom voor een iPhone-kabel. Maar waar ga ik heen? De beautyafdeling. Bingo, maar... Wacht, dat zijn de cheapste. $5.13. Nee, $5, dat is niet... ja, die... Ja, wel. 3 feet. Oh, dit is natuurlijk ook na 1 keer kapot. Wat hebben we hier? Dat is van die oude. $12. Dit is hem. Oké, ik heb de kabel. Nou wat? Waar is de Urban? Is het hier? Ik ben zo slecht met dit soort dingen. Ik ben hier 1000 keer geweest. Is de Urban Outfitters hier? Oh, de fountains. Oh, iemand had gekomen dat ze elk kwartier zijn. Dat is helemaal niet zo bijzonder dat we zo vaak zijn. Lekker aan de wandel. En mijn kijk, wat hebben we daar? Nee, serieus, daar zit Urban Outfitters. Ik ga even kijken, we moeten nog even wat cadeautjes scoren. Voor thuis. Dus, ja, even kijken. Ik ga eerst wat eten. Ik heb een beetje honger. Ook al hebben we die buffet-dinges gedaan. Het is alweer 9:00 bijna. En ik heb gewoon echt honger. Oh, hey, hier was het concert voor Britney. En de Pokeball. Dit vond ik echt lekker. Hier ga ik wat te eten halen, als ze open zijn. Ik heb een heerlijke Pokeball. Yummy. Kijk nou hoe lekker. Echt, I love this. Sowieso in mijn eentje. Ik vind dit heerlijk. Ik vind het zo lekker als ik dan op reis ben, ook even in mijn eentje wat gaan doen. Kan ik echt van genieten. Kan ik echt genieten van mijn eten ook. Wat dat betreft, als je kijkt naar Yves, die reist dus in haar eentje de wereld. Dat is zo'n inspiratie. Ik vind het zo leuk. Als ik naar haar vlog kijk, dan denk ik echt, I love it. Zo fun. Ja hoor, er is nog meer sale bij Pink. Ik kan dit niet aan. Elke keer heb ik wat gekocht, is er nog meer sale. Oh, deze is cute. Maar ik heb echt nu al 3 mokken. Dat is echt klaar. Dit is ook gewoon zwaar mee te nemen. Ik vind het zo mooi. Met die kleur. Oh, Foefje, deze zou jij leuk vinden. Cartoon Network. En dan kijk wat er allemaal op de sleeve zit, Foef. Weet je wat hier echt mooi tussen zou liggen? Mijn planner. Echt serieus. Ik voel het helemaal. Hoe gaaf zou dat zijn? Wow. Oh jee, jongens, ga ik ervoor?
Ik denk het wel. Ik ben zo verslaafd aan die ander die ik heb. Die Pure Hollywood, die heb ik elke dag hier op. Totdat die gaat sluiten. Komt in de shoplog. Ik ga Nederland nog een shoplog doen. Nou, ik denk, nou, heel veel die vroegen erom. Omdat ze zeiden van het is niet helemaal duidelijk wat je nou precies allemaal vroeg. Ik dacht, zo leuk om te zien. Maar dus ik heb nog wat mensen voorgekocht. Want ja, this happened. Nou, ik ga weer terug. Ik heb me kostelijk vermaakt in mijn eentje. Het is 11 uur. Iemand reageert op mijn apps. Ik denk dat iedereen serieus weer aan het slapen is. Ik ga denk ik ook maar terug. Ik ga ook slapen. Misschien ga ik nog op mijn telefoon spelen of zo. Ik ben gewoon niet moe. Ik weet niet wat het is. Ah joh, misschien kom ik zo aan en dan proef ik hier vaak ook in slaap. Dus ja. En ik ben weer in het hotel. Nou guys, 11:30. Foefje slaapt. Half. Ik ga dit even in mijn make-up stash doen. Welterusten, bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen weer. Bye!